Johan de Man, vanmiddag voetballen tegen FC Lisse. Eerst maar eens jouw reactie op het nieuws van gisteren. De schorsing van Jan Zoutman tot 1 december. Jij bent eindverantwoordelijk tot die datum? Ja, dat klopt. Op de zaterdag en door de week mag Jan gewoon trainen. Dus die trainingen we pakken weer samen op en dan op de zaterdag mag Jan er nog niet bij zijn tot 1 december. En dat er niet bij zijn, dat is vanaf voor de wedstrijd tot na de wedstrijd? Ja, klopt. Klopt. Vanmiddag dus FC Lisse. Alle omstandigheden zijn ernaar om een mooi partijtje voetbal te maken. Hoe moeten we vanmiddag Lisse bestrijden? Nou, we hebben Lisse natuurlijk geanalyseerd en het is een goed voetballende ploeg. Die graag wil voetballen van achteruit. Ja, nou, dat moeten we ze natuurlijk gaan beletten. En we moeten ze dus pijn gaan doen op die punten waar wij erg goed in zijn. Dus dat we zelf aan de bal komen en dat we ze voetballend, vind ik dat wij de meerdere zijn. Dus daar moet je het verschil maken. Welk verbeterpunt wil je zien ten opzichte van afgelopen dinsdag? Nou, ik denk sowieso dat we meer balbezit moeten hebben en houden. Van daaruit kun je weer wat meer aanvallend ingesteld gaan spelen. Afgelopen dinsdag waren we ook veelal in de omschakeling bezig. Dat we veelal de bal hebben verloren. Maar de tweede helft vond ik dat al een stukje beter gaan. Nou, dan moeten we vanmiddag een vervolg gaan geven. Johan, veel succes vanmiddag. Dankjewel. En in de 17e minuut komt FC Lisse op een voorsprong door het doelpunt van de nummer 15, Richard van Heulen. En in de 28e minuut komt hij zijn vervolgens gelijk 1-1 door het doel van Nick Kuipers.
inmiddels een voorsprong in de 73e minuut. Het is 2-1 door het doel van Geoffrey Verweij. Geoffrey Verweij, je speelt vanmiddag je 100ste wedstrijd, je valt in en je denkt, laat ik dat maar eens gevieren met een juweel van een winnende doelpunt. Ja, toen ik vanochtend opstond dacht ik, 100 wedstrijden, ik ga scoren vandaag. Maar leg de situaties uit waaruit je scoorde. Nee, ik kreeg de bal van Stefano en ik ging naar binnen en ik dacht, schiet hem gewoon. Hoe moeilijk is het voor een speler met jouw kwaliteit om op de bank te zitten tijdens de eerste helft en het elftal niet te zien lopen? Ja, het is heel moeilijk. Al loopt het elftal weer nooit op de bank zitten. Dus ik denk dat een speler, als hij echt wil winnen, dat hij nooit op de bank wil zitten. Heb jij vanmiddag je visitekaartje afgegeven voor een basisplaats? Volgens mij heb ik die al sinds dat ik hier kom afgegeven, denk ik. Hoe komt het dan dat er toch niet met jou wordt gestrijd? Ja, dat moet je aan de trainer vragen. Ik was ook een tijdje geblesseerd. Dus ik begin langzaamaan weer fit te worden. Want het is nog niet helemaal dat je zegt 100%. Maar het gaat de goede kant op. Sta je volgende week tegen Katwijk in de basis? Ik zou het niet weten. Als ik in de toekomst kan kijken, dan zou ik de hele dag Toto zweten. Dankjewel, Geoffrey. Graag gedaan. Nick Kuipers, 2-1 overwinning tegen Lisse. De eerste doelpunt komt van jou. Hoe is het om weer terug te zijn bij IJsselmeervogels? Nou ja, het is al een aantal weken aan de gang. Hè. Dus ik ben inmiddels wel weer gewend. En ik heb het prima naar mijn zin. Jammer dat we de eerste
dat het dat de eerste twee wedstrijden wat moeizaam gingen. Maar ja, we zijn op de goede weg nu. Twee keer achter elkaar gewonnen. Nu 7 punten en 3 punten achter op de koplopers. Dus ja, we zijn weer goed op weg. We gaan iets beter voetballen. En ja, je weet dat je met veel nieuwe spelers altijd wat tijd hebt om in te passen. En je moet niet gelijk wonderen verwachten. Maar het gaat steeds beter. We hebben de kwaliteit. En ook als het wat minder gaat, moet je gewoon strijd leveren. En ik denk dat we dat de laatste twee wedstrijden helemaal gewoon perfect hebben uitgevoerd. En dan trek je zo'n overwinning over de streep. En, Je noemde moeizaam, met name de eerste helft was erg moeizaam. Ja, er was wat zoeken en veel lange ballen, veel balverlies. En, ja, na die goal ging het wat beter, kwamen we toch iets beter, hadden we wat meer grip op de wedstrijd. En in de rust zijn wat dingen gezegd en wat dingen aangescherpt. En dan zie je de tweede helft dat, dat we toch wat langer de bal houden, dat de ruimtes wat groter worden omdat we moeten komen. Ja, en waardoor wij toch meer balbezit kunnen houden en wat kansen uit kunnen spelen. En waardoor de tijd ook sneller verstrijkt. Waardoor je niet de hele tweede helft onder druk komt, maar gewoon onder de druk uit kan voetballen. En dan is het jammer dat je niet eerder de wedstrijd beslist door 3-4-1 te maken. En dan zie je dat je op het laatste altijd nog met een corner, dat ze toch dichtbij een goal komen. Die bal gaat op de paal. En dat geluk is nu aan onze zijde. Maar nogmaals, ik denk dat we het eerder al af kunnen maken. Hoe hebben jullie als elftal de dag van gisteren beleefd? De uitspraak rondom Jan Zoutman. En hoe pikken jullie dat op? Nou ja, we wisten dat de uitspraak kwam en ik heb gewoon gewacht tot ik het op internet ergens vernam of dat ik een berichtje kreeg. En je wist dat de straf kwam en welke straf het zou zijn, dat wisten we niet van tevoren. Ja, de uitspraak is nu geweest, hij mag gelukkig weer trainen en dat is voor ons tenminste gunstig. Dan kunnen we gewoon op de lijn verder die we zijn ingezet met de trainer. En we moeten er nu gewoon een streep onder zetten. Wat gebeurd is, is gebeurd en je kan toch niet meer terugdraaien. Dus we moeten nu gewoon wedstrijd per wedstrijd kijken en de weekenden zal hij er nog niet bij zijn. Maar goed, hij zal even goed zijn tempo wel drukken door de week. En gaan we verder op de voet die we zijn ingezet. Missen jullie een trainer op de bank? Ja, anders zou je net zo goed geen trainer op de bank. Dan zou je hem alleen kunnen laten trainen door de week. En dan in het weekend zeggen, ik ga wel een weekendje Schevering of zo. Dus natuurlijk. Natuurlijk missen we een trainer. En dat hebben ze nu opgevangen door Rut op de bank te zetten. Maar nogmaals, je hebt toch altijd liever je eigen trainer. Dat er gewoon duidelijkheid is. En hij is niet voor niks de trainer hier. Dus, maar goed, nogmaals, het is gebeurd en we kunnen er nu nog een uur over praten en allemaal dingen verzinnen. Maar hij mag niet op de bank zitten, dus we zullen moeten wachten totdat het geloof ik 1 december is geweest. En dan gaan we daarna weer verder. En nogmaals, hij doet gewoon de trainingen. Dus, 3 punten in de pocket. Ja, inderdaad. Nou, de volgende week naar Katwijk. Tweede overwinning op rij, inderdaad. En deze lijn vasthouden en dan gaat het goed komen, denk ik. Dankjewel, Nick. Graag gedaan. Johan de Man, vanmiddag 2-1 overwinning op Lisse. Geef even kort jouw wedstrijdanalyse. Nou, we begonnen natuurlijk niet erg goed. Hè. De eerste helft was vrij rommelig, geforceerd vond ik. Hoop balverlies. Eigenlijk in één woord te onrustig allemaal. We hebben te veel ballen ingeleverd, waardoor we constant weer in omschakeling moesten spelen. En dat kost verschrikkelijk veel kracht. En de linies stonden te ver uit elkaar. Dus die moeten we maar heel snel vergeten. Maar we moeten er wel over gaan praten. De tweede helft zag je gewoon het IJsselmeer, waar we gewoon wat dichter op elkaar stond. Hè. Dat we meer tweede ballen pakten, dat we eerder druk gingen geven. En daar hadden zij echt beduidend moeite mee. En daardoor creëer je kansjes, heb je de touwtjes in handen. Dus ik denk dat we de tweede helft gewoon heel goed, goed hersteld zijn. Lag de sleutel in de wissel van Joey Snijders voor Michael de Harder? Nou, ik heb Joey gewisseld omdat ik met Michael wat meer in de bal kon spelen. Zodat die rechtsback toch wat meer eruit moest komen. En dat we meer voetbal erin konden krijgen. En je zag dat het toch wel, dat we in balbezit toch wat meer voetballend vermogen erbij kregen. En van daaruit ging het ook wel weer een stukje beter. Maar dat heeft niks te maken met Joey Snijders. Op een gegeven moment moet je toch een keuze gaan maken. Als het even niet loopt, dan moet je proberen om wat nog meer voetbal erin te krijgen. En Michael, die is daar wel geschikt voor, denk ik. Geoffrey Verweij die luistert zijn 100ste wedstrijd op met een juweel van een doelpunt. Hij solliciteert toch wel naar een basisplaats ook. Nou, Geoff is heel goed bezig. Geoff heeft afgelopen dinsdag ook is hij goed ingevallen. En vandaag weer. En nogmaals, je hebt een hele brede selectie waarin we heel veel kwaliteit hebben. En we gaan deze wedstrijd weer evalueren, analyseren. En dan gaan we gewoon kijken weer richting volgende week hoe we dat weer in gaan vullen tegen Katwijk. Is het niet onnodig spannend gemaakt op het eind van de wedstrijd? We hebben legio kansen gehad en we vergeten hem erin te prikken. Ja, helemaal met je eens.
We hadden denk ik al, een 10 minuten voor tijd hadden we de boel al in het slot kunnen gooien. Alleen, daar werd geen doelpunt meer gemaakt. En dan krijg je het laatste moment nog een vrije trap en de cornerbal tegen. Ja, dan is het nog even billen knijpen. Dus we hadden het eerder af moeten maken. Ook tevreden over je verdediging die vandaag toch wel iets beter stond als de vorige wedstrijden? Ja, vond ik wel. Stonden goed ten opzichte van elkaar. Ze gaven elkaar goed rugdekking. En ik vind dat we verdedigend hebben het gewoon prima gedaan vandaag. Johan de Man, dankjewel. Graag gedaan.